Je bent commercieel of je bent het niet. Maar wat betekent dat nou precies, commercieel? En wat doet dat dan, een commercieel technicus? Als je commercieel technicus bent, bestaat een belangrijk deel van je werk uit het analyseren van de diensten en of de prijzen en tarieven van het bedrijf waar je werkt. Om te zien of die voldoende concurrerend zijn met andere bedrijven. Goed communiceren is een van de belangrijkste aspecten als je te maken hebt met klanten, zoals hier het geval is. Duidelijk krijgen wat de opdrachtgever precies wil en hoe je zijn wensen het beste kunt omzetten in het te maken product. Naar aanleiding van het gesprek met de klant heeft de technicus een offerte voorbereid die hij met de directeur gaat bespreken. De map met voorstellen wordt doorgenomen en de technicus geeft hierbij uitleg. Daarna kan de offerte door de directeur met de klant besproken worden om de opdracht uiteindelijk ook daadwerkelijk te krijgen. Het gaat in dit geval om een speciale robotopstelling voor het afleggen van autoveren. De technicus gaat daarna weer verder met andere werkzaamheden, want zonder officiële goedkeuring en toestemming van de klant wordt er nog niet aan het project gewerkt. Na enige tijd komt de directeur enthousiast vertellen dat de opdrachtgever akkoord gaat met de voorstellen en kan het echte werk beginnen. Dan is de volgende stap overleg met de tekenaar, de engineer. Kopieën maken dus. Het is natuurlijk uiterst belangrijk dat er precies besproken wordt wat de wensen van de klant zijn. Dus goede communicatie binnen het bedrijf is net zo belangrijk als naar buiten toe. De commercieel technicus bespreekt zijn ideeën en brengt zijn collega perfect op de hoogte van wat er van hem verlangd wordt. De tekening wordt opgehangen om een goed overzicht te hebben. En zo kan de commercieel technicus met de robotprogrammeurs en de engineer zien wat ieders aandeel in het ontwikkelen van de robotopstelling is. Na uitgebreide toelichting worden ideeën en specificaties bij de tekenaar en de programmeurs achtergelaten. Na enige tijd bekijkt de technicus de voortgang van de opdracht. Samen met collega's bespreken ze uitvoerig waar ze mee bezig zijn en wat ze aan eventuele problemen zijn tegengekomen en hoe ze die hebben opgelost. Dan wordt de planning met de bedrijfsleider doorgenomen, omdat de klant verzocht heeft de levering van de robot te vervroegen, omdat de aanvraag naar productie van de autoveren verhoogd is. De klant belt om te vragen of het haalbaar is. Een goede gelegenheid om de opdrachtgever uit te nodigen naar de status van het project te komen kijken. Uiteraard wil de klant dit maar al te graag. Hij krijgt een demonstratie en uitleg van de robotopstelling binnen de robotruimte. Maar om de robot te zien werken, moeten ze toch echt buiten deze ruimte gaan staan. Het blijkt dat de robot precies doet wat de opdrachtgever graag wil dat hij doet. Hij is dan ook zeer tevreden met de ontwikkeling en ziet met vertrouwen de toekomst van zijn bedrijf tegemoet. Wat een schitterend product!